In de stad is een gevaarlijke bende aan het werk. Ze wint fortuinen door maffiapraktijken. De bende bewaart het geld in een geheime kluis. Het verhaal doet de ronde dat het bedrag intussen duizelingwekkend hoog is. De bende bewaart de kluis in haar hoofdkwartier. Maar de gangsters worden slordig en laten allerlei sporen na. Enkele detective teams gaan op jacht. Ze sporen aanwijzingen op in de stad. Hun missie... Het hoofdkwartier van de bende vinden en de kluis kraken. Bij het begin van het spel starten de bendeleden aan hun startplaats. Ook de detective-teams hebben hun startplaats. Tijdens het spel ziet elk team zijn bewegingen op de kaart. Maar wat de andere teams of de gangsters intussen doen, zie je niet. Op het scherm zie je locaties waar de gangsters sporen hebben achtergelaten. Ze geven je tips over de locatie van de schuilplaats van de bende. Zo'n tip kan vele vormen aannemen. Bijvoorbeeld een geluidsfragment, een raadsel of een opdracht. Er zijn drie soorten tips: vaste tips, tijdelijke tips of tips voor het eerste team. Vaste tips worden aangeduid in het groen. Al bij het begin van het spel zie je enkele locaties met een groen icoontje. Elk team kan hier tijdens de hele spelduur naartoe voor een aanwijzing. Als je op de juiste locatie komt, verschijnt de tip automatisch op je scherm. Om zeker te zijn dat je op de locatie staat, kan je inzoomen met de plusknop. Zorg dat je ongeveer op het vierkantje onder de ballon staat. Uitzoomen doe je met de minknop. Nadat een team een tip bekeken heeft, verdwijnt het icoontje van hun scherm. Tijdelijke tips in het blauw verschijnen onverwacht. Haast je, want ze staan maar enkele minuten op het scherm. Hoe lang de tip nog actief blijft, zie je ernaast. Als de tijd verstreken is, verschijnt er geen aanwijzing meer. Ook de rode tips voor het eerste team verschijnen plotseling. Net zoals de tijdelijke tips verschijnen ze maar voor een zekere tijdstuur. Maar alleen het eerste team dat bij de tip aankomt kan de tip bekijken. Dus als een team een rode tip bekijkt of de tijd verstrijkt, dan verdwijnt het icoontje van de kaart. De vaste tips zijn vaag, maar de tijdelijke tips en de tips voor het eerste team geven je al meer duidelijkheid over de schuilplaats van de bende. Als je op een tiplocatie komt, verschijnt de tip automatisch op je scherm. Nadat je een tip bekeken hebt, druk je op de X-knop om terug naar het spelscherm te gaan. Let op, je kan achteraf de tip niet meer bekijken. Het kan dus handig zijn om de tip op een papiertje te noteren. Maar de bende slaat terug! Twee of meer leden zijn op pad om de detective-teams uit te schakelen. Ze hebben een radar om de teams op te sporen. Maar ook de teams hebben zo'n radar. Op die radarlijn kan elk team constant zien hoe ver elk bendelid is verwijderd. Bijvoorbeeld, de rode gangster bevindt zich tussen 50 en 100 meter van het detective team, de bruine gangster tussen 150 en 200 meter. Komt een bendelid dichter bij een team, dan beweegt zijn icoontje van links en omgekeerd. Staan er geen gangsters op de radarlijn, dan zijn ze meer dan 200 meter verwijderd van je team. De beide partijen kunnen naar elkaar schieten. Dat doe je met de shoot-knop. Je kan pas raak schieten als je binnen een straal van 30 meter van je tegenstander staat. Als een detective team een bandelid neerschiet, dan wordt zijn icoontje op het scherm doorkruist en verdwijnt hij van de radar. Het bandelid wordt na een bepaalde tijd terug tot leven gewekt. Schiet een gangster een detective-team neer, dan moet het team terug naar het hoofdkwartier om terug mee te spelen. Daar wordt het automatisch tot leven gewekt. Lukt een schot niet, sluip dan dichterbij en schiet opnieuw. Je schiet ook makkelijker raak in een open ruimte, weg van hoge torens en gebouwen. Maar schiet niet in het wilde weg, je krijgt maar drie kogels. Wil je bijladen? Ga dan naar je hoofdkwartier en je pistool herlaat automatisch. Het doel van het spel is om het hoofdkwartier van de bende te vinden. Als je dankzij de tips weet waar die locatie is, kan je er onmiddellijk heen gaan. Je hoeft dus niet noodzakelijk alle tips ontvangen te hebben. Laat je niet te veel meeslepen door het spel en kijk goed uit voor het verkeer en andere gevaren. Respecteer de verkeersregels en pas goed op jezelf en anderen. Codecrackers, maak jullie klaar om de stad in te trekken.